Hey Ton, goedemorgen. Hey, goedemorgen. En een mooie challenge voor deze keer. Challenge nummer 58. 58, ja. Dus dat is ruim een jaar natuurlijk dat we alweer bezig zijn. En het was een challenge met een zwak sprongvolgbod. Zwak sprongvolgbod, dat is wel mooi. Want we hebben het over een zwak sprongvolgbod na een sprongvolgbod van de tegenpartij, moet ik zeggen. En de reden waarom ze dat zwakke sprongvolgbod doen, is om te storen. Om ons dwars te zitten. Maar ja, we moeten bekennen, wij doen het zelf ook, Tom. Wat zei je? Ja, wij doen het zelf ook, dat storen. Ja, ik doe het ook. Er zijn nog wel mensen die twee ruiten gewoon als een opening met een zeskaart spelen, hoor. Ja. Die zijn er nog wel. Ja. En wat ook veel mensen niet doorhebben, als het bijvoorbeeld gaat... Als het partner eerst gepast zou hebben, ja. Hè, stel dat nooit de bieding had gepast en dan één klaveren en dan twee ruiten, dan kan dit zwak sprongvolgbod wel eens tot een 12 punten zijn, hoor. Ja. Ja, het gaat erom dat je in ieder geval aan je partner laat weten inderdaad van wij gaan sowieso de manche niet spelen. Precies. Als je partner voorgepast heeft, klopt, maar dan hebben we het inderdaad over het volle bod zelf, dan is de range een stuk wijder. Ja, exact. Helemaal top. Maar even naar dit voorbeeld wat jij hebt gepakt. Er staat een alert en een ster, dus één klaver is vanaf een dubbelton en twee ruiten. We gaan in ieder geval hier uit van het zwakke sprongvolgbod. En nu heb je deze hand, 8, 19, 11, 13 punten. Neem ons mee in je analyse, Tom. Ja. Nou, moet je even naar de volgende pagina. Ja. Nou, partner heeft in ieder geval een opening. Ja. 2 plus vanaf 12 tot 19 punten. Nou, Zuid, die bloot zo 6 tot 10 punten met een zeskaart. En ja, vanaf, omdat we 13 punten hebben, is de match natuurlijk zeer kansrijk. Alleen de vraag is, wat wordt de speelsoort? Ja, inderdaad. En dan wat bied je? Ja. Ja, ik zou eigenlijk wel bedenken, en dat is ook wel dat veel vragen die zijn binnengekomen, is dat je twijfelt tussen twee biedingen. Ja, precies. Dat had ik ook. Jij had het ook. Je kunt inderdaad drie ruiten bieden, waarbij je denkt van, nou ja, ik vraag meer informatie aan mijn partner. Ja. Staat er inderdaad hier ook bij. Twee harten. Ik begin met, dat is waarschijnlijk met het idee, ik begin met mijn laagste vierkaart. Precies. Nadeel van twee harten is dat het een vijfkaart harten belooft. Ja. En ik zou hier inderdaad ook kiezen voor dublet. Ja. Met wat voor soort hand, even een vraag aan jou, wat voor soort hand zou jij drie ruiten bieden? Ik zat aan drie ruiten te denken, ja. Maar dan zou ik eigenlijk wat meer in de klaver hebben. Zeker. Eigenlijk zegt drie ruiten voor wat mij betreft partner. Ik heb geen interesse in de hoge kleuren. Ja. Ik wil zand spelen als je een dekking hebt. Ja, precies. Ja, want als jij dus denkt van, nou ja, ik bied drie ruiten met de vierkaart hoog. En je partner heeft een ruitendekking, ja, gaat hij eerst die ruitendekking laten horen. Die gaat dan niet zo'n vierkaart hoog noemen. Exact. Dat is het primaire wat je wil weten. Ja, daar zit het verschil in mijn optiek. Ja. Klopt. Dus dat is logisch. Je hebt twee, met het voordeel is, met drie ruiten maak je het match forcing. Ja. En met dublet heb je eigenlijk nog meer mogelijkheden. Ja. Ja, dublet vraagt meer informatie. En drie ruiten is echt een specifieke vraagje. Ja, en partner kan altijd nog drie ruiten bieden. Ja, zeker. Jij kan dublet zeggen. En stel je voor, partner heeft inderdaad geen hoge kleur te noemen. Geen ruitendekking. Ja, en is te sterk voor drie klaver, kan die altijd nog drie ruiten bieden. Ja. Het gesprek blijft gaan, maar het is altijd wel lastig. Want hoe hoger ze tussen bieden, hoe meer het eigenlijk ook niet meer uit de boekjes is en hoe meer het ook een beetje op gevoel gaat. En een beetje gokken. Een beetje gokken. Maar ja, Brits is geen... Maar Brits is geen gok, hoor ik bij vrouw zeggen. Nee, inderdaad. Ik hoor het inderdaad zeggen. Dat is verboden. Nou ja, want we hadden het in het vorige gesprek ook al even over. Van, wat zou je inderdaad doen als je inderdaad maar één vierkaart hoog hebt? Want kijk, dit is een vrij ideale hand. Hè? Dus je zegt dublet ja. En je partner, wat je partner ook biedt, je bent er wel blij mee. Maar stel je voor inderdaad, je hebt een vierkaart klaver, een vierkaart harten. Een dubbelton schoppen en een driekaart ruiten. Zonder dekking in ruiten. Dan zit je moeilijker. Zit je wat moeilijker. Ja. Dus dan maar is het... dan is de optie toch wel om toch dublet te zeggen. Ja. Komt er dan bij je partner de kleur in de tweekaart.
Dan kun je altijd nog klaveren bieden. Ja. Want dan moet die klaveren moet dan minimaal een 3-kaart zijn. Ja, maar je moet, als hij niet de 2-4 kaart hoog heeft, dan heeft hij 100% een 3 plus kaart klaveren. Dat is zo, dat is, die logica werkt wel. Nee, maar dat is ook zo. Je moet inderdaad dan bieden. En het is als het gaat, de bieding gaat 1 klaveren, 1 ruiten. Dan is dublet altijd 4-4 hoog. Precies. Maar als het gaat, dat kunnen mensen wel eens verwarrend zijn, vinden. Maar als het gaat een klaver 2 ruiten, is het minimaal 1 vierkaart hoog. En denk wel verder, hè, wat jij zegt, Ton. Van, stel je voor dat je niet de meest ideale hand hebt. Bedenk alvast, wat kan mijn partner allemaal gaan bieden en wat doe ik erop? Ja. Dus als mijn partner in mijn 2-kaart hoog biedt, heb ik dan een exit strategie. Precies. Maar dan kan je naar de klaver terug. Ja, het probleem is, je kan hier nog geen support dublet of zo geven. Nee. Nee. Dat gaat er niet. Maar dat is ook wel een hele ingewikkelde. Die kunnen we wel een keer terug laten komen. Maar dat is wel een hele ingewikkelde bieding. Oh, hier heb je het hele bied verlopen ook. Oké. Een klaver, 2 ruiten, dublets. Nou, nu begint... gaat Oost biedt gewoon zijn laagste 4-kaart. Ja, en dan is het een inkopper. Dan is het een inkopper. Die biedt inderdaad 4 harten. Ja, Oost hoeft hierover niet onrustig te worden. Die hoeft inderdaad ook niet een ander conventioneel bod te doen. Om zijn 4-4 hoog te tonen. Want hij biedt gewoon relaxed 2 harten. Ja. Als partner geen harten blijkt te hebben, heeft hij schoppen. Dus als daar, stel je voor dat West in plaats van 2 harten nu 3 klaver kan bieden. Dan kan Oost nog een keer 3 schoppen bieden. Precies. Je komt er altijd uit. Negatieve jump, ook na een zwak bot. Leuke, Tom? Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat was weer een mooi voorbeeld. Dus ja, we gaan het zien. Ik ga je vanmiddag in Bergen zo ook nog een clinic geven over doubletten. Dus ik ga hem zeker terug laten komen. Oké. Okay. Succes, zou ik zeggen. Ja, we gaan eens kijken wat de antwoorden hier in Bergen zo zijn. En ja, ik zie je snel. Want komt door. Lockdown of geen lockdown, Tom en Ton online, wij gaan zeker door. Uitstekend. Helemaal goed. Hey, fijne zondag, jongen. Dankjewel. Doei.